Nou, ik sta hier met René. En René is de eigenaar van de grootste goochelwinkel van Europa. Hoi René. Hallo. Hoi. Waarom zou je eigenlijk trucs gaan kopen in een goochelwinkel? Waarom zou je trucs gaan kopen in een goochelwinkel? Ja. Nou, sowieso veel trucs, die kun je natuurlijk niet zelf maken. Die zijn gewoon door iemand of door een bedrijf gefabriceerd. Dus dan, ja, de enige manier om eraan te komen is in een goochelwinkel. Dat kan dan via internet, maar dat kan natuurlijk ook echt in de winkel. Het voordeel van in de winkel aanschaffen betekent dat je alle spullen echt kunt bekijken. Je kunt ook zien hoe de truc er echt uitziet. Niet alleen op een video, want een video kan iedereen bewerken. Maar in een winkel kun je het echt gewoon met eigen ogen zien. De spullen komen uit Amerika, bijna alles. Je hebt natuurlijk een heleboel materiaal wat ook in China verkrijgbaar is. Nou, China is niet alleen met goochelen, maar overal de grootste kopieermarkt die er bestaat. Daar draait het hele land eigenlijk op kopiëren. En dat is echt een nadeel voor goochelwinkels nu, want alles wordt nagemaakt. Nou, het nadeel daarvan is dat vaak de kwaliteit ook gewoon echt slecht is. Vaak krijg je niet alleen een kopie, maar vaak krijg je een kopie van een kopie, van een kopie, van een kopie. Want elk bedrijf maakt het ook weer na van een ander bedrijf daar. En je krijgt dan echt vaak dingen die zijn om te huilen. En wij proberen dan ook echt bij de originele trucs te blijven.